Deze week weer op avontuur en nieuws over de animal savers van de meiden. Shanti, they don't swim. They are running the water? Yep, I see Shanti swimming. Oh. Move. I don't want to be late for our party. Oh, shit, the money. We zijn in de Poza Alcante met z'n allen. Pablo en Nan zijn ook mee. We zijn lekker een dagje naar buiten. Het is echt prachtig najaarsweer. Het is eigenlijk zo rond de 20 graden, volop zon. Je voelt dat de kou een beetje in de wind zit, want de wind is gedraaid. Komt nu vanuit de Zuidpool. Maar ja, we zitten hier uit de wind, in de zon. Het water is alleen stervenskoud. Het is echt smeltwater. Dus het is echt koud. De honden vinden het geweldig, dus ik ga jullie even meenemen. De mannen, de honden. Ik weet niet waarom ze allemaal blaffen. Jeroen heeft het water getrosseerd. Die heeft daar lekker op de rots gestaan. Die moet nog terug. En die is nu lekker warm. Nou, Shanti die blaft alles bij elkaar. Die is op jacht naar alles en iedereen. Hij rent van hop naar haar, op en beneden. Dan komt wel lekker iedere keer terug, dus dat is heel fijn. Kom maar, Shanti roept je al. Trotseer de kou. 3, 2, 1, go! Het water is echt maar 10 graden. Het is echt, echt koud. Crazy Paula, Shanti. Het is echt zo'n, Janne, zo'n mooie omgeving. This is Ines trying to climb a big rock mountain. So Ines, very good. I can go faster than you can. I know, but you're younger. Yeah. Beautiful. Een van de leuke dingen die Linda en ik hebben is een passie voor gezond eten. En het mooie is dat we in Pietjeleme op woensdag en op zaterdag de markt hebben. Dus we nemen jullie mee naar de markt van de Campo, van de plattelanders eigenlijk hier. Met enorm veel verse groenten en fruit. Dus zie je aan het eind van de dag ook ons eindresultaat. Wat we eigenlijk in 3 dagen tijd allemaal opeten aan groenten en fruit. ...2 kilo gemengd voor 1000 pesos, ongeveer 1,30 euro op dit moment. Ziet er heerlijk uit allemaal. Ga inslaan. Ja, ja, we zijn halverwege. Ik ben benieuwd waar het bestaat gaat worden, maar jullie zien het straks. Beide kanten zijn in ieder geval gekocht, dus het wordt in ieder geval mascotte. Ja, ja, nieuwe look jongens. Kijk.
is het anders, maar ik ben er wel tevreden mee. Ik ben benieuwd wat Linda ervan zegt, maar die reactie zullen jullie straks nog zien. Zo. Ik zeg, yo! We zijn bezig met een wetenschappelijk onderzoek. Welk getalletje van 1 tot en met 12 met dit opzinnen gooi je de meest? Het wordt een spannend racespel. Ines, ga verder. Welk spelletje gaat het worden? Het is 6. Ja, dat is papa. 6. Het is 3. Wij komen bijna bij het einde van de race. 3, 6. Ja, dat is een fantastisch. Papa zit weer helemaal gelijk met Ines. Het is 8. Mama komt ook terug in de race. Mama komt terug in de race. Wat gaat er meer gebeuren? Wat gaat er meer gebeuren? Welk wetenschappelijk getalletje gaat het worden? 3. Het is 6. Papa gaat helemaal op kop, gaat papa dan toch de eindstrijd binnen. 6, Ines! Ines, gooi hem nog een keer 6! Want papa gaat dan winnen! Het is 7, we zijn helemaal terug in de race, terug in de race, terug in de race. Wat wordt een spannende race? Het is 6! Ja! Wetenschappelijk hebben we aangetoond dat nummertje 6 het vaak wordt gegooid met 2 dobbelstenen. Het gaat gebeuren, Prek. Het is moeilijk om honden naar Nederland te krijgen voor het papieren, het geld, de bench en de vliegticket. En om ze mee te krijgen naar Nederland met iemand. En beter met sterilisaties en castraties. Dat betekent dus dat je op een dag, dan heb je honden en die kan je dan straathonden en die kan je dan gratis steriliseren of castreren. En dat betekent dus dat je mannetjeshonden die gaan dan, die kunnen na een paar uur kunnen ze weer de straat op. Maar een vrouwtjeshonden hebben hechtingen. Dus die moeten dan in gastgezinnen. En dat kan zo wel, zo 2 weken blijven ze dan een gastgezin. En daar worden ze gewoon weer de straat op gegooid. En dat is best wel, dat vind ik best wel zielig. Want die honden zijn straathonden. En die worden dan weer gewoon letterlijk de straat weer opgegooid. Terwijl, ja, het zijn allemaal honden die gewoon een baas nodig hebben. Sommige gasten hebben 3 honden, maar sommige ook 8. Ik weet dat we straks hebben verteld dat er maar maatschappelijk na 2 weken op straat worden gegooid. Maar er zijn natuurlijk ook dieren die gebroken poten hebben of een been die waardoor ze niet meer kunnen lopen. Of al dat soort dingen waardoor ze eigenlijk niet meer op straat kunnen leven. Want dan gaan ze dood door auto's, door alles wat er is. Dus die kunnen ze gewoon niet meer op straat gooien. En daarom zitten zijn gastgezin ook vol. Maar we willen dus dat we een paar honden naar Nederland gaan. Dat we bij andere honden naar de gastgezinnen kunnen gaan. Om ook opgevoed en liefde te krijgen. Wij zijn geld aan het inzamelen voor de gastgezinnen. Want hier in Chili is een heel erg tekort aan voer. Omdat de gastgezinnen die de honden willen verzorgen. De meeste hebben niet genoeg geld om al het voer te betalen. En daarom willen wij jullie heel graag het altijd. Heel erg lieve mensen. En daar willen we heel graag mee helpen. Dus, steun ons om 1 euro per maand te geven. Jullie willen toch ook dat ze een fijn thuis krijgen? Like deze video, klik op de reactie en word lid van ons team. Dus nogmaals, like deze pagina. En hieronder in de eerste reactie vind je hoe je lid kunt worden van het team van Jana en Ines. Van de Animal Savers. We zijn vandaag 12 jaar getrouwd. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Eerst met ontbijt aan bed en een stuk taart speciaal gemaakt door de kinderen. Ruud heeft me verrast. Hij heeft een reservering gemaakt bij een wellnesscentrum hier. Ze gaan lekker samen in de hotel. Heerlijk genieten. Heerlijk, dankjewel. Gefeliciteerd, schat. Dankjewel. Top. En op naar de volgende 12? 15. Oké. Okay. Kom, we gaan erin. Heerlijk. Oh. Lekker hè? Houtgestookte hattep. Dat is echt lekker.